Hey, welkom. Ik ga je vandaag uitleggen dat alles wat je aandacht geeft groeit. Oftewel, datgene waar jij je op focust, daar zul je meer van krijgen. Ik sprak laatst een oud collega. Hij heeft nog altijd dezelfde baan. Hij verdient geld, hij kan op vakantie, in het weekend leuke dingen doen met zijn vrienden, met zijn vriendin. En toch, hij weet nu al dat dit niet het werk is wat hij graag wil blijven doen. Het liefste wil hij iets anders gaan doen, alleen weet hij nog niet goed wat. Hij geeft gewoon aan van, ja, weet je, soms moet je dingen doen die je niet zo leuk vindt om erachter te komen wat je niet leuk vindt. En ergens heeft hij natuurlijk een punt. Aan de andere kant, hij weet heel goed te benoemen wat hij niet wil. Hij weet minder goed te benoemen wat hij wel wil. En waar dit door komt, is door de focus. Alles waar jij je op focust, daar zul je meer van krijgen. Dus zolang jij je blijft focussen op datgene wat je niet wil, zul je ook datgene krijgen. Het is de kunst om je focus te verleggen naar datgene wat je wel wil. Ik wil nu even een leuke oefening met jou doen om dit duidelijk te maken. Ik wil je vragen om 10 seconden om je heen te kijken. Zie alles wat de kleur blauw heeft. Merk alles op wat de kleur blauw heeft. 10 seconden. En nu mag jij je ogen sluiten en mag je alles opnoemen wat rood is. Hoe moeilijk is het om te benoemen wat allemaal rood is? Dit komt doordat jij je gefocust hebt op de kleur blauw. En zo werkt het in het dagelijks leven met alles. Dus alles waar jij je op focust, daar zul je meer van krijgen. Alles wat je aandacht geeft, het groeit. Dus alles wat je niet wil, als je daar aandacht aan besteedt, dan zul je dat ook krijgen. Dus daarom is het belangrijk om je focus te verleggen naar datgene wat je wel wil. En je ziet vast wel eens mensen om je heen die veel klagen over het weer, over de drukte in de treinen, het te laat komen van de bussen, noem maar op. Deze mensen zullen altijd meer negativiteit aantrekken. Deze mensen hebben negatieve verhalen in hun hoofd en daar zullen ze meer van krijgen. Wat jij wil zijn positieve verhalen in je hoofd en dus ook meer positiviteit aantrekken. Dus het is belangrijk dat jij je gaat focussen op datgene wat je wel wil. Hè, iemand kan, of twee personen kunnen eenzelfde gebeurtenis meemaken en allebei kunnen ze het anders ervaren. Puur doordat de een zich richt op het positieve, wat hij eruit haalt, hè, het leermoment door de vervelende situatie, en de andere die houdt zich vast aan de gebeurtenis, aan het vervelende van de gebeurtenis. Dus de ene blijft in de negativiteit hangen en de ander die richt zich op het positieve en haalt er een leermoment uit. En dat is het allerbelangrijkste. Iedereen komt struggles in zijn leven tegen. Maar datgene waar jij je op focust, dat zal groeien. Dus hoe je met die struggles omgaat, dat hangt af van jouw focus. Of hoe je met die struggles om kan gaan, dat hangt af van jouw focus. Dus daarom ga je focus richten op het positieve, op de leerpunten die je eruit haalt. Wil jij je meer gaan richten op je positiviteit? Wil je leren om anders te denken? Ga naar mijn website, vul je naam en e-mailadres in, download meteen je persoonlijk groeiplan en ga er meteen mee aan de slag, zodat jij een eerste stap maakt om een verandering teweeg te brengen in jouw leven. Om je meer te gaan richten op je positiviteit. Ik zie je de volgende keer. Doei!